Welkom bij de 20.3 Biocast en die heet Langzaam en Zeker. En hier zie je de stamboom van Charles Darwin, want daar gaan we in deze Biocast veel over praten. En dit is een schilderij van Erasmus Darwin, de opa van Charles Darwin. En dat was een heel veelzijdig man. Hij was dichter, filosoof, maar ook bioloog. En in zijn werk kun je al de eerste hint zien naar een soort evolutie. In ieder geval naar een veranderlijkheid van soorten. Dit is zijn vader Robert Darwin. En dat is niet zo'n groot denker. In ieder geval, daar hebben we minder van gemerkt. Een huisarts, maar wel een society huisarts. Dus hij koos echt wel voor het geld. En dit is Susanna Wedgwood, zijn moeder. En ja, inderdaad, een erfgenaam van deze familie, van het Wedgwood porselein. Dus je merkt, zijn vader koos in meerdere opzichten voor het geld. En dit is de kleine Charles Darwin, hier een jaar of 9 oud. En je ziet dat hij al gek was op plantjes. Die Charles Darwin, toen hij wat ouder werd, moest hij natuurlijk wat. En zijn vader raadde hem aan om medicijnen te gaan studeren. Dat heeft hij ook gedaan, maar dat was niet zo'n groot succes. Het interesseerde hem maar matig. En zoals je op school ook wel merkt, is dat niet het meest handige als je iets moet leren. En daarnaast, de amputaties vond hij ook afschuwelijk om daarbij te moeten zijn. Wel leerde hij prepareren en dat kwam later wel van pas. Dus medicijnen, dat werd het niet. Toen kreeg hij het idee om maar geestelijker te worden. En als ik nou maar priester word in een kleine plattelandsgemeente, dan heb ik het niet zo druk. En dan heb ik tijd over voor mijn biologiehobby en vooral mijn geologiehobby. Want dat trok hem eigenlijk nog meer dan biologie op dat moment. Voordat hij zijn studie af had, kwam Robert Fitzroy in zijn leven. En Robert Fitzroy zat bij de marine in Engeland en hij zou een reis gaan maken op de HMS Beagle en dat zou een wereldreis worden van een jaar of 5. En het doel van die reis was om de kusten van de continenten in kaart te brengen, want dat was natuurlijk belangrijk voor de Engelse marine, maar ook voor de koopvaardijvloot. En Charles Darwin kreeg van zijn vader toestemming om een reis van 2 jaar te maken. Dat kostte wel enige moeite. En hij had maar niet verteld dat het 5 jaar zou worden. Dat merkte zijn vader later wel. En in 1831 natuurlijk, vertrok de HMS Beagle vanuit Engeland via een aantal tussenstops naar Zuid-Amerika. En elke keer als die Beagle dan daar aan land kwam, ging Charles Darwin ook aan land en maakte die expedities en verzamelde die monsters, geologische monsters, maar ook dieren en planten. En alles wat hij kon vangen en schieten, dat deed hij. En dat werd opgestuurd naar het moederland, naar Engeland. Hij kwam op die reizen ook op de Galapagos-eilanden. En die zijn later heel belangrijk geworden, maar op dat moment wist hij dat nog niet. Hij kwam de gouverneur daartegen op een van die eilanden. En die kon precies vertellen, als een schildpad opgestuurd werd, als vlees, dan kon hij zien uit welk eiland, van welk eiland die schildpad vandaan kwam aan de vorm van het schild. Dat intrigeerde hem al. En een heleboel vinken die hij op die eilanden schoot, stuurde hij op. Hij labelde ze niet allemaal zo netjes, dus er is later nog een heel gedoe geweest om met de beschrijvingen die hij gemaakt heeft, dan de juiste vinkensoort bij het juiste eiland te vinden. Nou, daarover later nog meer. Na Zuid-Amerika voeren ze van de aarde af en gelukkig kwamen ze op de andere kant weer terecht. Of was het nou toch een bol. Naar Nieuw-Zeeland, naar Australië en via Mauritius naar Kaapstad en weer terug naar Zuid-Amerika. En met een omweg natuurlijk ook weer terug. En uiteindelijk kwamen ze in 1836, na bijna 5 jaar, in Engeland aan. En zijn idee over veranderlijkheid van soorten was al wat vaster geworden. Zijn geloof in het creationisme was harttalende. Hij kwam zijn nicht tegen, Emma Wedgwood. En hij vroeg haar ten huwelijk, maar vertelde haar wel eerst over zijn ideeën over het ontstaan van aarde en
zijn twijfel over het creationisme. Dat was een groot probleem voor haar, want ze was zeer rechtzinnig in de leer. Maar ze zijn toch getrouwd. En vanaf dat moment zijn er financieel helemaal geen problemen meer voor Charles Darwin. En kan hij het leukste werk eigenlijk opzoeken. Hij begint al heel snel aan zijn verhaal over de evolutie. In 1838 vat dat voor het eerst goed post bij hem. Snapt hij de mechanismen die daar aan de grondslag liggen. Het duurt dan tot 1858, al die tijd naast zijn andere schrijfwerk, want hij heeft gigantisch veel gepubliceerd. Maar al die tijd is hij bezig met zijn boek. Totdat in juni 1858 hij een 20-pagina tellend manuscript ontvangt van een Alfred Wallace. En daar leest hij heel beknopt zijn eigen ideeën terug. Hij schrikt dan ontzettend en in 1859 verschijnt zijn boek On the Origin of Species by Means of Natural Selection. En aan het einde van het boek staat: There's grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms, or into one, and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved. Dan aan het einde van de zesde druk zet hij daar wat tussen. There's grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the Creator into a few forms. Ja. Waarschijnlijk een politieke keuze. Hier zien we Zuid-Amerika met een paar honderd kilometer aan de westkant daarvan, de Galapagos-eilanden. Op het vasteland van Zuid-Amerika komen vinken voor. En met een enorme storm zouden vinken wel eens een enkele keer meegevoerd kunnen worden en op een van die eilanden terecht kunnen komen. Dat gebeurt niet vaak, maar heel soms. En die eilanden die zijn anders, ook in de vorm van vegetatie en van dieren die daar voorkomen. Je hebt bijvoorbeeld eilanden waar het meeste vruchten zijn die je daar kunt vinden. Andere eilanden vind je meer insecten en een andere eiland weer vind je zaden. Wanneer nou zo'n groep vinken vanaf Zuid-Amerika terechtkomt op een eiland waar veel zaden zijn, dan zal een vogel met een grote stevige snavel het best aangepast zijn. En die kan dan de meeste nakomelingen krijgen. Dat kan ervoor zorgen dat de vinken op dat eiland grotere snavels krijgen, dikkere snavels krijgen. Goed in staat om die zaden kapot te maken. Wanneer met een andere storm een aantal vinken terechtkomen op een eiland waar je veel insecten vindt, dan is de vogel met de snavel waarmee je het beste insecten tussen de bast van bomen vandaan kunt halen in het voordeel. Die krijgt de meeste nakomelingen. En na een poosje zal je daar vinken vinden met een pincetsnavel. Vinken die terechtkomen op een eiland waar veel vruchten zijn, zullen een snavel krijgen die daar het beste aan aangepast is. En daarvoor is een aantal dingen nodig. Er moet in zo'n populatie variatie zijn in snavelgrootte. Die snavelgrootte moet ook nog eens erfelijk zijn. Er moet geselecteerd worden op snavelgrootte en die selectie moet lange tijd dezelfde kant op gaan. Dus je moet niet het ene jaar veel insecten en het volgende jaar veel zaden hebben. Dezelfde kant op gaan en dan wel duizenden jaren lang. Je moet dus even geduld hebben, maar dan heb je ook wat. En dan heb je wat? Dan heb je deze variatie aan Galapagosvinken. En hier zie je hoe die ontstaan kunnen zijn en de verwantschap daarvan. Hier zie je, als het goed is, vier vlinders. Dit zijn berkenspanners en berkenspanners komen, zoals hun naam al aangeeft, het meeste voor op berken. Berken, zoals je ze kent, zijn ze eigenlijk wit gespikkeld. En op zo'n berk zijn de gespikkelde berkenvlinders het minst te zien.
en zullen dus ook het minst gegeten worden door vogels. Er zijn zwarte die je daar ziet, die vallen hier meer op. En natuurlijk zijn er heel veel tussenvormen, maar die laten we even buiten beschouwing. Aan het eind van de 19e eeuw in Engeland begon de industrialisatie. Hele grote hoeveelheden steenkool werden verbrand. En daarmee kwam er heel veel roet vrij. En in de buurt van die fabrieken werden de bomen veel donkerder. En nu zie je dat de gevlekte berkenspanners veel meer opvallen en dus ook meer kans lopen om gegeten te worden. En zo kan die variatie van die soort dus veranderen. Zo kan er dus geselecteerd worden op juist donkere of juist gespikkelde vormen. Soortvorming kan op een aantal manieren ontstaan. We hebben hier een voorbeeld van een berg en op die berg, en het is hier geen enkele berg, maar een hele bergketen moet je even voorstellen. Daar komen vlinders voor. En die vlinders behoren tot één populatie, want die kunnen over die top vliegen. En die komen bij elkaar en kunnen onderling paren. Die berg wordt hoger of het klimaat wordt kouder. In ieder geval ontstaat er een top met ijs erop. En dat betekent voor de vlinders dat ze niet meer van de ene kant van de bergketen naar de andere kant kunnen komen. Er zijn nu dus twee populaties ontstaan. En je kunt je voorstellen dat aan de zuidkant de omstandigheden anders zijn dan aan de noordkant van de berg. Dus die vlinders aan de zuidkant die passen zich een beetje aan die omgeving. En wanneer door erosie na duizenden jaren die berg is afgevlakt of het klimaat verandert en de vlinders weer bij elkaar kunnen komen, herkennen ze elkaar niet, omdat ze er anders uitzien. Maar het kan ook gebeuren dat er, doordat het aan die zuidkant veel eerder warm wordt dan aan die noordkant, dat als de vlinders er aan de zuidkant nog zijn, je aan de noordkant alleen nog maar rupsen hebt. En voortplanten dus ook niet zo best lukt. Het kan ook dat ze er zo anders zich gedragen, dat ze elkaar niet meer herkennen als tot dezelfde soort behoren. Het kan ook zijn dat de geslachtsorganen niet meer op elkaar passen. In ieder geval soortvorming. En dit was het einde van de 20.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.